Welkom bij de vierde aflevering van Lief en Leed van Op Zomer Mee. De serie waarin ik op zoek ben naar actieve bewoners in alle hoeken en gaten van de stad. En ik had een ruime keus, want er zijn honderden straten die meedoen aan Op Zomer Mee. Daar letten bewoners op elkaar, organiseren ze samen allerlei activiteiten en zorgen ze een beetje voor elkaar bij ziekte of ander verdriet. Vanavond neem ik je mee naar twee straten die al een flink aantal jaren met opzomeren bezig zijn. En die zich natuurlijk ook hebben aangemeld voor de Lief en Leedweek die van 24 oktober tot en met 1 november wordt georganiseerd. Maak kennis met Frida en Noreen in de Korenaarstraat en Fatma aan de Beukelsdijk. Bewoners die net een stapje verder gaan als het om hulp en zorg voor de buren gaat. En daar zoveel mogelijk buurtbewoners bij betrekken. De Korenaarstraat doet al heel erg lang aan opzomeren. Waarom hebben jullie besloten om ook meer aandacht te gaan hebben voor lief en leed in de straat? Omdat je toch de samenhorigheid van de mensen allemaal wil hebben bij elkaar. En dat toch proberen om ze naar buiten te halen. En dat niet iemand vereenzaamt in zijn eigen huis. Wat is het verschil tussen opzomeren en lief en leedweek? Opzomeren is 2 keer of 3 keer per jaar. Ja, en lief en leed is nog iets extra erbij. En extra aandacht voor de buren. En buren voelen dat ook. Dat zeg maar huis bij huis, deur bij deur. Wij hadden pakketjes gemaakt. Zeg maar niet boodschappakketjes, maar alles wat je kan in een huis gebruiken. En dat was dankzij op lief en leed potje. Die hadden wij gebruikt. En wij hadden ongeveer 15 buren blij gemaakt en kennis gemaakt. Die durft nooit buiten te komen. En hun zijn nu zeg maar heel erg actief ook met ons. En als hij iets is, vorige keer een buurvrouw, die durft nooit buiten te komen. En zij had aan mij gevraagd, dat kan ik mijn man vragen om die lampen te zetten in de keuken. Dus vind ik echt leuk, omdat na zoveel tijd zij durft met mij te praten en om eigen probleem te vertellen. En dat is... Dat denk ik, dat is door leef en lief en leed. Ik begrijp ook dat er buren zijn in deze straat die al heel lang of soms langere tijd voor een zieke buurman of buurvrouw zorgen. Ja, dat klopt ook. Want er was een buurman en die was zonder familie verder en alles en die was in huis. Anders had hij een bejaarde thuis gemoeten of het een of ander. Dat wilde hij niet. En ze zeggen het gezegde is, oude boom moet je niet verkasten. En die man hebben we constant vanaf 's morgens tot 's avonds hebben we nagelopen. En die man was zo gelukkig dat hij ook tevreden gestorven is in feite. Nou zijn er veel meer straten die opzomeren, maar die doen nog lang niet allemaal mee aan lief en leed. Hebben jullie tips voor ze, hoe ze daaraan zouden kunnen beginnen? Weet wie je buren zijn. En dat je de buren sowieso in de gaten moet houden. Of de gordijnen open gaan, of dat er brievenbus vol ligt en alles. En als er iets is dat je merkt van, joh, die zie ik niet buiten. Of vraag het aan je buurman, of gaat daar en probeert ze zoveel mogelijk naar buiten te halen. Dat doen wij ook. Dan blijven we wel zeuren en dan denken ze, dan komen ze weer. Maar op de duur hebben ze toch naar buiten en dan komen ze toch met je gezellig meedoen. Samenwerking is ook veel sterker geworden met de buren. En ook met de buurvrouw die ik eigenlijk wel zag, maar eigenlijk nooit wist wie ze was. Ik vind dat toch een goede vriendschap en dingen. Ja. En ik hoop dat dat nog jaren mag blijven bestaan zo. Zeker. Lief en leed is zeg maar iets extra's bij Op Zomer Mee. Kan je dat een beetje beschrijven? Ja, weet je, lief en leed, het is lief, ja, mensen die trouwen of nieuwe buren. Weet je, daar verwennen wij de mensen in de buurt. En leed, weet je, laatst was mijn buurjongen geopereerd aan zijn voeten. Die heb ik ook een beetje verwend via lief en leed. Oké, en hoe doe je dat dan? Nou, een cadeautje verzorgen. Je staat met een heleboel mensen om je heen. Zijn dat allemaal actieve buurtbewoners? Deze mensen zijn gangmakers van Essenburgbuurt. Yeah. Nou. U woont ook in de buurt? Ja, hierachter. En doet u ook mee aan lief en leed? Ja, met alles. Zij was de eerste die kwam, geloof ik, met de nummer van de
telefoon en zo. Ja, dus, eten, verzorgen. Ja. Fatma heeft ook jou gestrikt voor het lief en leed in de Essenburg-buurt. Wat ga jij precies doen? Ik ga meer het eten verzorgen, de catering. Maar catering, de bedoeling is dat ik meer bezig ga zijn met het eten gebeuren en dat daarin meer breedgang in gaan brengen. Jij bent ook een van de actieve buurtbewoners. Kun je iets vertellen over wat jij doet? We doen het eigenlijk samen. We doen het eigenlijk samen, want ik heb naast deze vrijwillige werk, heb ik mijn eigen werk. Ik werk ook, hè. Dus zodra ik vrij ben, ren ik naar haar toe en dan gaan wij het samen doen. Zou jij ook kunnen vertellen wat jij met voor lief en leed doet of wat lief en leed voor jou betekent? Ik doe niks voor lief en leed, maar lief en leed betekent veel voor mij. Onder andere zij en Cameroen, die doen heel veel voor mij. Kan je eens een beetje vertellen wat misschien? In de winter halen ze boodschappen voor me. Als mijn zoon er niet is, kan ik dag en nacht een beroep op haar doen. Geef niet op. Ze is bereid om alles voor me te doen. Ook vanavond vraag ik weer een reactie op de interviews. Deze keer aan Han Riksten, teamcoach bij WMO Radar. Een organisatie die in heel veel wijken allerlei ondersteunende diensten aanbiedt. Hey Han, wat vind je van zulke actieve bewoners? Als je deze filmpjes ziet, word je toch automatisch direct blij van. Je ziet actieve mensen die goed in het leven staan, iets doen voor hun buren. Ja, het maakt me direct heel erg blij. De gemeente zal in de toekomst steeds vaker een beroep doen op de eigen kracht van bewoners. Je hebt net kunnen zien hoe krachtig actieve bewoners kunnen zijn. Wat kun je daar als professionele organisatie aan toevoegen? Wat ik gemerkt heb, dat professionele inzet kun je op verschillende manieren doen. En als initiatieven net ontstaan, dan is het vooral ook goed meedenken en sturen. Echt helpen en ondersteunen. Als initiatief op een gegeven moment lopen, dan heb je een hele andere rol. En dan heb je veel meer de rol van dat je het gaat overdragen, wat je dan als professional doet. En dan kijken hoe mensen dat zelf op kunnen pakken. Dat zie je in heel veel zaken zie je dat ook gebeuren. En dan zie je ook dat mensen uiteindelijk ook die eigen verantwoordelijkheid pakken en ook helemaal voelen. En dan wordt je rol als professional weer anders. Dan ga je ze promoten, zorgen dat ze in de belangstelling blijven staan ook, zodat ze ook naar buiten toe weer kracht kunnen zetten. En met dat promoten zit ook weer zeer een stukje waardering in voor hetgeen wat ze doen. En waardering wordt altijd heel als gewoon ervaren. Ja, we doen dit al jaren en die zijn we altijd mee bezig. Maar het is terecht dat je als professional en als gemeente daar altijd belangstelling voor houdt. Bedankt voor je reactie, Han. Dat was het voor vanavond. De vierde aflevering van Lief en Leed zit erop. Je hebt kunnen zien hoe lief en leed delen en voor elkaar zorgen in sommige straten uitgroeit tot een groot actief buurtnetwerk, waardoor je als kwetsbare buurman of buurvrouw altijd op hulp kunt rekenen. En dat iedereen mee kan doen aan de activiteiten die het hele jaar georganiseerd worden. Hoe je het beste kunt beginnen als je aan de slag wilt gaan met het lief en leed in je eigen straat, dat zie je volgende week in de laatste aflevering. En als je daar niet op kunt wachten en gelijk wilt beginnen, ga dan naar www.opzomermee.nl en vult de aanmeldbon in voor de Lief en Leedweek die zaterdag gaat beginnen. Ook vanavond is het laatste woord natuurlijk weer voor Marjolein, die voorbijgangers in de grote bibliotheek vraagt hoe het staat met het Lief en Leed in hun straat. Hallo, daar ben ik weer in de hal van de bibliotheek. En natuurlijk ga ik zo dadelijk wederom voorbijgangers vragen of dat ze door middel van deze Lief en Leedmeter van Op Zomer Mee hun straat zouden willen testen. Tuurlijk. Aan de slag. In mijn straat zullen bewoners mij bezoeken als ik oud ben en nog op mezelf woon. Is dat ja, misschien of toch niet? Misschien. Misschien. Nee. Zeker weten? Ja. Dat denk ik wel. Ja? Ja, ja. En bezoekt u niet dan alle ook? Ouderen zijn ervan gediend dat nee. ze bezocht worden. Ja. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is natuurlijk persoonlijk. Ja, ja. Maar u bezoekt ook wel mensen dan? Ja, zeker. Maar ik weet van een bepaalde buurman. Hij gaat zo om 9:30 de deur uit. Kijkt hij altijd of mijn gordijnen al open zijn. Ja, ik studeer met een paar vrienden van mij uit mijn straat. Dus ik denk die wel. Maar de rest denk ik niet. Maar dat weet ik niet zeker. Yes, I think so. Ja? Yes, I do.
Okay. Well, in my neighborhood, they're very nice. They're, you can say that they're very friendly with each other. So sometimes we do cookouts and everything. Oh. So we include everybody. It looks like a good street. Yeah, it's a very nice street. Ja, dat vind ik ook. Want dat doe ik ook. En ik verwacht het niet. Maar ik denk nou ja, daar zeker weten. Want ik zie hoe ze zeg maar met elkaar zijn. Wonen er oude mensen in uw straat? Oude mensen, ja, heel veel. Nou ja, ik ken één buurvrouw die zou het zeker doen. Maar ja, die is zelfde als ik in die straat geboren, getogen en gebleven. En als er iemand ouder is in uw straat, gaat u wel best op bezoek? Ja, ja. Met wie affiniteit heb. Ja. Hè? Het is niet omdat het oud, de buurman... Nee. Maar ja, absoluut.